We gaan eerst naar Rusland. Het Russische huurlingenleger Wagner, dat met de Russen meevecht tegen Oekraïne, keerde zich dit weekend ineens tegen Poetin. Nadat er op sommige plaatsen gevechten uitbraken, lijkt er nu een deal te zijn gesloten. Nu contact met Ruslandkenner Philip L. Goedenavond, meneer L. Goedenavond. Ja, dat was een bijzonder weekend. Alle ogen waren gericht op Rusland. Om maar even te beginnen, hoe is de situatie nu daar? Ja, dan vind ik het lastig om die vraag goed op te interpreteren. Let ik dan op hoe het gewone dagelijks leven is in Rusland of militair gezien, hè? Want dat zijn twee verschillende dingen. En als u het niet heel erg vindt, dan ga ik ook nog even in op de introductie die je gaf. Wagner keerde zich tegen Poetin. In de beeldvorming die er geweest is, ook afgelopen weekend en zaterdag zelf, was het verhaal eigenlijk vooral, nee, we keren ons tegen de minister van Defensie en Shoigu. En Poetin, die was niet direct het doel, zeg maar. Indirect misschien wel, we weten nooit precies helemaal natuurlijk hoe het zit. Maar het gewone leven in Rusland, ja, dat gaat gewoon door. En dat ging zelfs zaterdag ook gewoon door. Misschien hebben sommige mensen wel beelden gezien van een straatveger die in Rostov, terwijl de militairen om hem heen lopen en de tanks daar rollen, hij gewoon doorging met zijn werk, namelijk de straatvegen. Ja. En dat zal in Rusland altijd gebeuren. Zolang als het maar even kan, gaat het gewone leven gewoon door. Ja, wat de militair precies gebeurt, dat weet ik niet. Dat vind ik lastig om te beantwoorden, omdat ik daar gewoon geen kennis van heb. Wat we wel weten is wat we kunnen lezen, wat op internet voor en waar dan ook, dat die troepen zich natuurlijk allemaal teruggetrokken hebben. Dat er zelfs ook weer teruggaan naar Oekraïne om daar te vechten. Dat zou ik zo nu even reageren op je vraag. Ja. En de grote vraag is nou eigenlijk van, nou, ze zouden naar Moskou gaan. Ze waren er al bijna. Tenminste, dat gaf het nieuws aan. Maar hoe kan het dan dat zo snel tussen haakjes opgelost is? Ja, dat vind ik een hele interessante vraag. Waar we ons met elkaar over het hoofd breken. En ik denk dat ze dat alleen maar in het Kremlin en in de plek waar Prigozhin zelf zat weten. En Lukashenko, die erin bemiddeld heeft waarschijnlijk. Het is een raadsel. Ook in Rusland, voor veel gewone Russen, zeg maar. En dat zijn niet de Russen waar ik zeg. Kijk, ik heb zelf contact met christenen en die houden zich hier helemaal niet mee bezig. Die gaan zaterdagavond bij elkaar komen om te bidden. Maar de gewone Rus die zich op fora uit, die breken zich hier ook het hoofd over. En die weten eigenlijk ook niet wat er nou precies gebeurd is. En misschien dat ze dat geheime diensten van Europa en Amerika dat wel weten. Ik kan je daar geen antwoord op geven. Nee. Het is heel bizar wat er zaterdag gebeurd is. Dat is echt wel een feit. Ja, ondoorzichtig noemt u het. Ik denk dat velen daarmee eens zijn. Laatste vraag is dan, ja, welke invloed heeft dit dan op de gevechten in Oekraïne zelf? Want Wagner was daar ook aanwezig. Is daar misschien wel aanwezig? Ja, nou, het lijkt erop dat Wagner daar nog steeds aanwezig is. Dat zijn wel de berichten die je zowel vanuit Rusland als van Oekraïne leest. Hè, op de plekken waar je daarover kunt lezen. En dat het gewoon weer doorgaat, de gevechten. Kijk, ik denk wel dat het zo is. Maar dat is niet mijn observatie. Dat zijn de observaties die velen natuurlijk uiten. Ja, de slagkracht van de Russen is hierdoor natuurlijk wel lastiger geworden. Daar wordt in Rusland ook met veel verontwaardiging door mensen, bloggers en zo over gesproken van ja, hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Want nu is onze slagkracht gewoon veel minder geworden. En ook de betekenis van dit gebeuren zaterdag, ja, dat zal nog wel even doorgaan. Want er is echt wel iets aan de hand geweest zaterdag. En ook dat dit zo opgelost is. Poetin zijn geloofwaardigheid is voor veel mensen, heeft toch een stevige knauw gekregen. En wat in Rusland ook aanwezig is, is een gevoel van onrecht. Bij bijvoorbeeld de man die in Nederland veroordeeld is voor de MH17-ramp, die zegt, ja, hoe kan dit nou gebeuren dat deze man en deze groep mensen zonder gerechtigheid eigenlijk zomaar de aftocht kunnen blazen? Ja, die oneenigheid die er is, die zal hoe dan ook op het slagveld terugvertaald worden. Dat soldaten die niet weten, in onzekerheid zitten, die kunnen niet zo goed vechten als dat ze dat deden met zekerheid en rugdekking. Nee, begrijpelijk. Nou, we houden het in de gaten. In ieder geval bedankt voor de toelichting, meneer L.